nog juist op Rooische Grond, aan de Vresseltse weg, was het een drukte van belang in het weekend van 9 en 10 april. De Vresseltse beeldhouwers exposeerden in de tuin van landgoed Zwijnsbergen. Aan de overzijde van de straat waren de ateliers van het kunstkwartier Vressel geopend. Kortom, een ideale gelegenheid om de daar tentoongestelde kunst te bewonderen. De Vresseltse beeldhouwers, wat is dat eigenlijk dan? Ja, dat is een collectief van beeldhouwers. En dat bestaat nu 13 jaar. En wij doen om de 2 jaar, zeg maar, doen wij een expositie. En dan zijn wij uitgenodigd om onze expositie te houden bij Adswinkels. En ik wil de stukse grond waar wij dus nou staan te exposeren graag een landgoed noemen. Want het is een geweldige ambiance om onze beelden, en dat zijn er inmiddels zo'n 110, zijn er misschien wel veel. Maar onze plaatsingscommissie heeft dat toch heel goed verdeeld. En naar mijn idee is het een prachtige presentatie van onze beeldhouwers. Onze groep is 243 mensen. En er komen nog steeds mensen bij. De drempel is ontzettend laag. Ook als je dus eigenlijk weinig ervaring hebt, dan worden door die andere 30 of die andere 40 worden enorm geholpen. Want er zijn diverse mensen bij die een goede opleiding hebben op de academie in België. Er zijn nog een aantal mensen die op de academie zitten en die zijn altijd bereid om te helpen. Er zitten inderdaad een stuk of 7, 8 schilders. In 2 of 3 groepen die ook een ruimte hebben zoals wij. En die hebben vandaag ook een open dag, want die sluiten graag aan bij ons. Omdat wij dus nogal wat mensen hopen te trekken, vooral met dit weer. En die zetten dan daar een pijl neer en die willen dan ook hun spullen presenteren. Vressel creatief. Het is ruimer dan alleen beeldhouden. En de beelden die we hier zien, die zijn ook zeer gevarieerd in materiaal. Er zijn zelfs een aantal hele mooie houten beelden bij. Dus het is niet alleen steen. En wat die steen betreft is het natuurlijk uit alle delen van de wereld. Nou, als ik niet eerst een voorbeeld maak, dan vind ik het te moeilijk om zomaar uit een grof stuk steen de juiste afmetingen en op de juiste plek de juiste vormen te maken. Dat is bijna niet doenbaar. Nou, dat hangt er vanaf hoe hard je werkt. Als het heel gezellig is in het atelier, dan wordt er weinig gewerkt en veel gelachen. Ben je alleen, dan kun je een heleboel doen. Maar denkt u maar eens aan 1 dag per week en dan een paar maanden. En ben je dan snel tevreden? Ik ben bijna nooit tevreden als het klaar is. Want voor mij is het gewoon een bezigheid. Ik vind het verschrikkelijk prettig om bezig te zijn. Het eindresultaat... Oh, ik vind het wel leuk als mensen het mooi vinden, maar erg belangrijk vind ik het niet. Wij zijn met 3 mannen, 3 vrouwen. Een beetje om de boel in evenwicht te houden. Hè? Ja. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. Nou, we hebben 1 vaste dag dat we proberen iedere dag er te zijn. Of dan op die dag daar te zijn. En dan verder kun je gewoon gaan wanneer dat je wil. En dat is natuurlijk heel erg fijn, want dan heb je de vrijheid. Soms spreek je af en... Ja, dan zien we gewoon wel. Maar het is altijd vooral die ene dag heel belangrijk om met elkaar bezig te zijn. Ja. Beïnvloed elkaar niet alleen manier van werken, maar ook de inspiratie. Je krijgt ook af en toe kritiek. Je krijgt ook te horen van, hey, daar heb je mooi gedaan of leuk gedaan. Dus dat is heel erg belangrijk voor elkaar. Ja. En deze ruimte hier op Vressel is een ideale ruimte? Nou, ik mag wel zeggen ja hoor, heel erg fijn. En natuurlijk als we hier buiten lopen en we kijken rondom ons heen, dan denken we, wat is Brabant toch mooi hè? Ja. Yeah.